Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Hij is er eindelijk. De Shining Fates Pikachu doos. Ik heb er even moeten op wachten. Ik heb er al een paar keer over gepraat gehad. Maar dit is de doos die elke Pikachu fan zoals ik echt in zijn bezit wil hebben. Ik heb er één om sealed te houden. En één die maken we vandaag open. Hier. En dat doe ik samen met jullie. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. De laatste tijd dat ik toch gezien heb, is mensen toch minder en minder goede pulls krijgen. Dus meestal precies zo de eerste dozen die er zijn, dat daar meestal de beste pulls in zit, zeggen ze toch. Dus de lijn, daar zal het alvast niet aan liggen, hoe dat de doos hebben vastgemaakt. Dus jongen, zit die vast zeg. Ik zou nog bijna zeggen dat ze hem gereïsseerd hebben. Een betere lijn dan een Pokémon gebruikt. De doos, die smijten we weg. Daar zijn we niets mee. En dan de Pikachu promo kaart. De oversized kaart. Dat is deze hier. De art die erop staat is een beetje net zoals die van Vivid Voltage, de Pikachu. Het is alleen de andere richting om, denk ik, dat het is. Maar kijk eens hoe mooie kaart het toch ook is. Het is Pikachu. Ik ben al helemaal blij. Ik ben al helemaal hyped. Ondertussen gaan we ook eens naar de promokaart kijken. Kijk eens aan. Hier onze promo Pikachu kaart. Kijk eens hoe mooi die glimt. Dan mooi in een sleeve steken. En dan ga ik hem hier bijleggen. En misschien brengt hij ons wel wat geluk vandaag. Met deze packs. Dragapult in overvloed zo te zien. De codekaart, die krijgen jullie ook natuurlijk van deze Pikachu doos. Woppa, weg ermee. Ja, er zit geen complete art set in. 3 Dragapults en 1 Charizard pack. Ik zal Charizard pack zoals altijd als laatste doen. Het is een beetje Charizard look, moet je dat noemen. Ja. Zo, Shining Fates. Het zal een van mijn laatste video's zijn van Shining Fates, denk ik. Dus ze zijn al een heel eind verder dan Shining Fates. Het blijft een leuke set. Ze blijft me verbazen. Maar Hidden Fates is toch nog altijd, naar mijn mening, een iets leukere en betere set. Maar, daar niet van. Er zijn heel veel fans van deze set natuurlijk. We hebben een Leaf Energy. Een Luxio. Een Eldegoss. Een Dartrix. Een Buzzle. Morpico, die cute Morpico weer. Hè. Mooie art. En dan een schattige Eevee achterna. Een Rowlet. Een Shinx. En onze reversal is een Zarur. En Zarur is ook onze rare kaart. Kijk eens aan. Niet normaal. Tot nu toe nog geen pool. Maar we hebben ook maar één pakje gedaan. Hè. Niet klagen. Je weet pullen wel die shiny Charizard. Want ik heb toch al wat geluk gehad, denk ik, hier op het channel met het aantal Charizards dat ik gepoeld heb. Uit redelijk weinig boxen eigenlijk. Heb ik toch al een Hidden Fates Shiny Charizard gepoeld. We hebben die de Hidden Fates en we hebben de Champions Pot hebben we ook gepoeld. Dus die van Shiny Fates, die kan er ook bij. Balgaai. Dat is ook een heel mooie als je hem in de full art versie hebt. Rusted Sword. Een Cossifleur. Een Nickit. Een Eevee weer. Weer die schattige cute Morpico. Weer Rowlet. Reverse Holo is er niet, want het is een Shiny Koffing. Kijk eens aan. Shiny Koffing. En onze laatste kaart is een Decidueye. Decidueye. De, ja, de evolutie van Rowlet en Dartrix daarna. Decidueye. Maar, we hebben onze eerste shiny pool. Ik kwam even niet uit mijn woorden daarnet. En het is een Koffing. De Galarian Weezing shiny is ook heel mooi. Maar, we moeten het een Koffing doen. De packs gaan wel heel makkelijk open ten opzichte van de andere. De code kaart. Een waterenergie. Een Trophius. Balgai.
en Twocky. De andere schattige art van Morpico. En Janma. Een Crookey. Een Nickit. En dan zijn we onze reverse holo, denk ik. Nee, nog eentje verder, Chutel. Een Horsey reverse holo. Onze rare kaart is een Yamega. Kijk eens aan. Laatste pack. Last pack Magic, zeggen ze wel iets. Of first pack Magic. Ach, we zullen zien. Een Charizard pack. Dat komt normaal gezien toch altijd wel iets goed uit, hè. Zo. De codekaart voor jullie. Vier kaarten. Hoppatee. We hebben een energy kaart. Rusted Sword. Een Twocky. Cramorant. Koffing. Snom op een bankje. Een Gossifleur weer. Spinarak. Een Q-Fant. Dat is ook altijd een leuke Pokémon. En Horsey Reverse Holo. En onze laatste kaart is een Galarian Weezing Holo. Kijk eens aan. Galarian Weezing Holo. We hadden het nog net over hem. Maar in de shiny vorm is hem natuurlijk net iets leuker. Zo. Bedankt voor het kijken. Het was een redelijk korte video. En hopelijk zien we elkaar snel weer. Ik heb nog een leuke video klaarstaan met wat Amerikaanse spulletjes. Of toch Pokémon stuff dat van Amerika is gekomen. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En vond je het een leuke video? Vergeet dan niet op de like button te klikken. En te abonneren op mijn kanaal. Ciao kus!